Hey, leuk dat je kijkt. Ik loop weer door mijn favoriete gebied, de Schorrelse Duinen. Op 5 december. Ik kom net bij het schoolplein vandaan. Kinderen weggebracht. Ik heb 2 zoons. Eentje van 6 en eentje van 9. En Sinterklaas kwam daar aan. En ik voelde dat ik hierover een video wilde maken. Over de discussie die al een aantal jaren gaat. Over de Pieten. Over het hele Sinterklaasfeest. En ik heb me altijd een beetje afzijdig gehouden in die discussie. En ik vroeg me ook af van, heb ik een mening daarover? Voor wie ben ik? Ben ik nou voor het Sinterklaasfeest? Of ertegen. En vanmorgen voelde ik al heel erg dat ik toch wel een duidelijke mening heb. Maar dat staat helemaal los van of ik er voor of tegen ben. Ik zie namelijk al een paar jaar beide kanten van het verhaal. De mensen die ervoor zijn, de mensen die er tegen zijn. En uiteindelijk kwam er één woord in me op dat de volledige lading dekt van beide verhalen. Want ik begrijp beide kanten. En ik voel ook beide kanten. Want daarachter zit ook heel veel angst en pijn. Van beide kanten. En dat wordt niet opgelost door te vechten. Of door oorlog te voeren met elkaar. Want dat is al wat een paar jaar gaande is. In dit verhaal. Het is een verhaal dat gebruikt wordt om de discussie aan te gaan. Het is een verhaal dat gebruikt wordt om het gevecht aan te gaan. En uiteindelijk gaat het in mijn ogen om één ding. En dat is bestaansrecht. Bestaansrecht. Het recht dat je er mag zijn. Het op zoek zijn naar acceptatie. En waarom beide kanten? Ik denk dat de tegenstanders ervaren nog heel diepe pijn van het verleden, slavernij, maar ook in het dagelijks leven. Dat ze niet geaccepteerd worden zoals ze zijn of dat er anders gekeken wordt. Dat een ras wel degelijk een verschil maakt in de wijze van hoe de maatschappij daarmee omgaat. Ik heb dat zelf nooit zo ervaren, maar ja, het is iets dat nog steeds in deze tijd blijkbaar aan de orde is. En daarachter zit er in mijn ogen gewoon zo'n enorme diepe pijn. Dat zijn ook gewoon, dat is generatie op generatie eigenlijk doorgegeven. Het is een karmische band als het ware, die nog steeds is blijven doorgaan. En dat heeft dus allemaal te maken met het bestaansrecht, de wijze waarop je geaccepteerd wordt en op de wijze waarop je jezelf accepteert, want uiteindelijk gaat het om zelfacceptatie. En de tegenstanders van het Sinterklaasfeest, die vechten eigenlijk op dezelfde wijze vanuit een angst. En dat heeft ook te maken met bestaansrecht. Men is bang dat het feest en wordt afgenomen en het gaat dan niet eens om het feest, maar het gaat erom dat er een angst is dat de cultuur zoals die is, de Nederlandse cultuur, hoe die is ontstaan en is opgebouwd, dat die aangetast wordt. Dus dat je eigen bestaan als het ware vervaagt in een multiculturele samenleving, dat je eigenlijk niet meer weet wie je bent, omdat er zoveel culturen bij elkaar gebracht
worden. En als ik daar naar kijk, dan zie ik daar alleen maar iets moois in. Omdat ik zie dat iedere cultuur heeft wel iets moois. En ik probeer daar juist het goede uit te halen. En te implementeren in mijn leven. Ik zie het niet als een gevaar van, Nederland gaat er helemaal aan. Want we worden helemaal overgenomen. Zo is dat bijvoorbeeld ook, even los van de Sinterklaas of Zwarte Pieten discussie, over de taal. Dat er wel eens gesproken wordt van, de Nederlandse taal zal uiteindelijk verdwijnen. En wellicht wordt Engels dan de voertaal, de wereldtaal. Ja, ik zie het nu al bij mijn kinderen die eigenlijk al bijna vloeiend Engels spreken. Omdat ze dat gewoon leren van tv of internet, gamen. Het wordt met de paplepel al ingegoten. En dat daarachter kan ook een angst zitten van, maar dus Nederland verdwijnt als unieke plek. En dat heeft ook te maken dus met de uniekheid van onszelf. Of bang om jezelf te verliezen of om jezelf niet meer te mogen zijn. En dat is heel dubbel, want ik voel daar ook heel veel bij in mezelf. Dat je soms ook gewoon het gevoel hebt dat je niks meer mag zeggen. Omdat het op het moment dat je je eigen waarheid spreekt, zijn er tientallen meningen. Kijk maar op Facebook. Ik heb er zelf ook mee te maken gehad dat ik op een bepaalde manier mijn visie deel en dat gewoon volledig de grond ingetrapt wordt. Iedereen heeft weer een eigen mening. En op het moment dat ik dus iets zeg en dat wordt afgekeurd, dan kan ik het zien als een afwijzing in mezelf. Afwijzing van mezelf. Niet vanuit een ander, maar eigenlijk wijs ik dan een stukje van mezelf af op het moment dat het me pijn doet. Dus in mijn ogen begint die zelfacceptatie en ook het bestaansrecht bij jezelf. Door er zelf te gaan staan en vooral te gaan voelen wie je bent, wie je wil zijn, wat je wil uitstralen. En gewoon zijn. Alles durven zeggen wat er op je hart ligt. En dat toestaan. Ongeacht de meningen van anderen. Want die mogen uiteraard hun mening hebben. Want die mogen ook hun eigen waarheid delen. Dat mag. En de manier waarop je je eigen waarheid deelt, dat is heel erg bepalend. Met hoe er wordt gereageerd. Dat heb ik ook zelf ervaren. En ik ben er voorstander van om niet meer te vechten. Om het gevecht los te laten. Om geen oorlog te voeren. Om mensen te overtuigen. Maar te handelen vanuit liefde. Vanuit respect voor anderen. Dus respect houden. Hebben en houden. Ook voor de mening van anderen. En je waarheid delen, gewoon puur vanuit je hart. Niet door de strijd aan te gaan, want je hoeft niks te overwinnen. Want op het moment dat je gaat strijden en gaat vechten, oorlog gaat voeren, dan doe je iets met geweld. Dan leg je ergens druk op. En dat is iets wat je zelf natuurlijk ook niet wil ontvangen. Je wil niet dat een ander druk legt op jou. Dat een ander
vecht om zijn gelijk te krijgen tegenover jou. Dat wil je zelf ook niet. Dus waarom zouden we nog vechten voor ons gelijk? Want als je het gevecht, en dat gevecht is meestal iets dat intern gebeurt, als je dat gevecht loslaat in jezelf en er gewoon bent, er gewoon mag zijn van jezelf, want uiteindelijk doe je dat zelf, hè? Geef je jezelf die toestemming om te zijn wie je bent. En dan maken alle meningen van anderen niet meer uit. Daar heb je ook geen invloed op. En als een ander wel blijft vechten, dan is dat ook iets dat bij de ander ligt. Want dan is dat het pad van die ander. Maar dan hoef je niet terug te vechten. Maar dan hoef je alleen maar in liefde te zijn. En meer is daar niet voor nodig. Dus deze hele discussie over Sinterklaas is slechts een discussie, is slechts een middel om iets aan te kaarten. Om het bestaansrecht aan te kaarten. En je kunt je dus afvragen van ja, heeft het zin om te vechten? Ik begrijp beide kanten. Ik begrijp gewoon en ik voel ook gewoon dat het echt te maken heeft met het accepteren van jezelf zoals je bent. En de angst die daaronder ligt om niet meer te mogen zijn wie je bent. Om dat niet te kunnen zijn in deze maatschappij. Maar je bent niet afhankelijk van een ander daarin. De enige die daar invloed op heeft en op de manier hoe je daarnaar kijkt, dat ben jezelf. En dat wilde ik graag delen. Ik zou ook iedereen willen aanraden van stop ook gewoon echt met vechten. Vecht gewoon niet. Laat dat gevecht in jezelf los. Accepteer dat dingen zo zijn zoals ze zijn. En kijk er met liefde naar. Want ik geloof ook echt dat wanneer je er met liefde naar kijkt, dat je dus ook de invalshoeken van anderen beter leert begrijpen. Omdat je dat ook kunt gaan voelen. Omdat je dat echt kunt doorleven vanuit respect ook voor anderen. En dat lukt niet. Dat kun je niet op het moment dat je blijft vechten. Blijft vechten voor je eigen bestaan. Daar hoef je niet voor te vechten, want je bent al. Je bent hier al aanwezig. En dat is al voldoende. Ik wil je bedanken voor het kijken. En graag tot de volgende keer.